Hallo kijkers, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Rote Dragon Slayer. Vanaf ben ik hier gebleven. En nou ja, ik ben in ieder geval nog een beetje bezig om hier beneden een beetje te trainen. Het gaat goed, behalve ik ga eventjes wat meer tuners halen vanwege dat ik behoorlijk laag zit met alles. Behalve ik heb dus niet veel getraind sinds de vorige aflevering. Maar dat maakt op zich nog niet heel wat uit, want ik ga dat vandaag en de komende dagen nog wel eventjes doen. Dus ja, we gaan dus even dus tuners halen. En dan moet het goed komen. Ik weet niet precies hoeveel ik eigenlijk nodig heb. Even kijken. Volgens mij gewoon precies 20. Denk ik. Oh, iemand heeft een fine-making skill cape. Nice. Precies genoeg. Nice. Oké, maar dan ga ik vandaag proberen om in ieder geval één leveltje te halen. Ik weet niet of ik het ga, of het gaat lukken, maar ja, met deze vast wel. Want hiermee krijg je iets van 148 XP per keer, dus het wil wel meewerken. Dat niet van, daar niet van. Deur in. Ladder naar beneden. Oh god, er zijn hier weer heel wat mensjes. Och, een zombie en een heel shiny. Die vallen me tegelijk aan. That is nothing fair. Ik moet denk ik even naar een rustigere lobby, lijkt me verstandig. Hier zijn gewoon te veel mensen. Gewoon naar boven. Maar dan kan het zeker niet omdat ik nog in combat modus zit. Dat hebben ze volgens mij ook aangepast. Dat je dat niet gelijk kunt doen meer. Oké, bijvoorbeeld select. Clan recruitment. Kijk, nu heb ik gewoon een hele keer voor mezelf. Dat is in ieder geval veel beter dan goed. Zo, dat was even een lag spike. Dat was al te merken. Ja, ongeveer 147, 148 XP verdien ik per keer. Gaat in ieder geval veel sneller dan die cockroach soldiers. Even kijken. Nagaan. We zijn wel eens level 47. Maar ja, ik ga sowieso nog rune armor inkopen. Dat is één ding. Maar dat moet wel goed komen, denk ik. Maar ja, voordat we pas ergens richting de level 50 zitten, zijn we al behoorlijk ver. En dat gaat nog wel even duren, denk ik. Nee, dat nog behoorlijk wat levels doorheen moeten jagen. Nog op. Oeh, bijna. Even op tuna zitten. De tuna's healen me wel behoorlijk goed. Gelukkig hebben deze Hill Giants niet zo hoge defense. Dat scheelt nogal.
Even zien. Even kijken. Ah, al 300 XP. Dat is wel afgehaald dan, tenminste. Zo, daar ongeveer ook wel ongeveer hetzelfde zijn. Hoppa, die is ook neer. Ik wou al zeggen, om hem weer te laggen. Kan te maken hebben met de ping of zo. I don't know what the fuck het ermee te maken heeft. Zo, dat is er nog één. De deurtje, dat is echt gewoon old school, maar dan hebben ze volgens mij een remastered version van gemaakt of zo. Eigenlijk nog wel mee hoe sterk deze Hill Giants zijn. Ja, ze doen best wel redelijk damage en ze hebben behoorlijk wat levens. De defense, ja, dat valt nog behoorlijk hard tegen. Als de defense ook al veel hoger is, dan is het eigenlijk veel lastiger om hier te gaan trainen. Doorhakken tegen deze enemies. Nou, in ieder geval krijgen we sowieso de constitution level in ieder geval omhoog. Dus dat is wel fijn. Alleen de rest ga ik nog betwijfelen in deze aflevering. Maar ja, kan ik natuurlijk ook allemaal in de tussentijd gaan doen. Gewoon een keer tussendoor. Ik denk dat het natuurlijk wel het beste is om gewoon tussendoor natuurlijk te doen. Maar dat doe ik toch al voornamelijk. Het is wel lekker rustig in deze grot. Hop. Dan moet ik ze wel weer hier. Ja, als die achter me staat, dan hoef ik niet veel te lopen. Hop. Nou, dan komt toch een persoontje aan. Gaat die nou weer heen dan? Het is wel level 60. Gaat die magic trainen of zo? Ja, dat is wel veel lager, maar... Ja, misschien gaat hij wel in die dungeon daarachter zitten. Hier. Ik vind alleen als je een hoog, hoog dungeoneering level voor hebt. En dan heb ik gewoon niet op dit level. Ja, op het andere account natuurlijk wel, maar hier is gewoon nog level 1, omdat ik dat gewoon niet doe. Vijf en vijf. Als er dan 111 meer was, dan was het 66 geweest.
vind de levels nu nog wel sneller omhoog gaan dan bij die cockroach soldiers. Vind ik. Nou ja, waarschijnlijk is het gewoon een beetje op hetzelfde niveau. Want deze zijn gewoon veel moeilijker om neer te maaien, maar krijg je wel meer XP voor. Zich moet het eigenlijk wel een beetje compenseren, denk ik. Hop. Kijken. 79 XP. Wow. Moet wel goed komen. Andere Real Giant. Ah, oh, nu is hij weg. Lekker er tegenaan hakken. Oeh, crit. Hazelmere Singnet Ringfall. The fuck is dat daar nou weer? Ik ga het even opzoeken. Hazelmere Singnet Ringfall. Oh, je ziet nu al dood. Hey. Oh, ook weer een level omhoog. Level 48. Oké, wat is dat voor een item? Oké, game even lekker. Oh, dat geeft je eigenlijk meer items of zo. Oh, dan krijg je gewoon een hogere drop rate. Bijvoorbeeld, wat ik dan had laatst bij die cockroaches, dat ik dan gewoon skimitars tegenkom. Dat soort dingen kun je dan tegenkomen. Van die runes, of ja, speciale dingen. Dat is het dus. Fijn om te weten. Steek. En dood. Een damage van 1 tegen die Hill Giant. Ja, nee, het is wel 1 minder. Daar kun je wel duidelijk over zijn. Nou, ik denk dat ik dit sowieso nog wel even in mijn vrije tijd moet gaan doen. Dat gaat in ieder geval nog wel een stuk sneller. Maar dat is wel logisch. Dat ik wel echt gewoon geconcentreerd zit. Heel geconcentreerd bedoel ik dan. Oké. Ik ga er gewoon eentje even neermappen. Of twee. Deze is de laatste en dan ga ik denk ik alvast weer een aflevering afsluiten, denk ik. Komt die zombie weer achter me aan. Oh, en heel Giant wou ook nog even een bed verkopen. Behalve, ik ga nu in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like en dan zie ik hem weer. Later.